Welkom bij een nieuwe aflevering van Surprise Toys Openmaken. Zoals jullie kunnen zien heb ik nu 4 balletjes van Surprise Mols. Hierin zitten 1 knuffel animal. En ik heb de vorige keer 2 keer de Charlotte Bigo gehad van serie 6. Dus ik ben heel erg benieuwd welke hierin zitten. Deze balletjes die zijn echt heel erg mooi, zoals ik de vorige keer al zei. Met Surprise Mols erop, een beetje marmerachtig. Met aquaverf lijkt het wel gedaan te zijn. Het is heel gaaf. Dus laten we beginnen met openmaken. Kijken of we hem zo open krijgen. Ja, als het goed is wel. Zo te zien een heel leuk bolletje alvast. Ik ben benieuwd. Oh, kijk dan. Wat een schatje. Oh, die is echt heel lief. Hoe heet die? Pete Pufferfish is an excellent swimmer. Birthday, January 7. Favorite color, electric blue. Kijk, die is heel leuk. Die hebben echt van die leuke glimoogjes. Dus met zo'n glimrandje. Heel erg mooie stiksels hebben ze ook. En dan hebben ze hier ook nog zo'n klein tagje aan. Met, als het goed is, ja, van de Surprise Mols dat logo is dat. Leuk. Ik ga maar even de checklist erbij pakken. Dan zien we ook wat voor soort het is. Want je hebt hier inderdaad al opstaan. Is een common, rare, ultra rare, limited edition, special edition of diamond edition. De common die zitten dan het vaakste erin. En de diamond edition spreekt voor zich. Die zitten er minst vaak in. We hebben de vorige keer Charlotte Beagle gehad. Dat was een common one. En Pete is een rare one. Yay! Kijk wat een schatje dat dat is. Echt een hele leuke is die. Ja. Dit leggen we dan even aan de kant. En dan gaan we een volgende openmaken. Hallo. Ja. Even kijken of we die zo open krijgen. Op zich krijg je deze wel heel fijn open. Als je een klein beetje inknipt. Ook een grappig bolletje. Heel leuk effect. Met hem openmaken. Oh, de ziel. Oh, die is zo lief. Kijk dan. Kleine stikjes. En ook weer glimmende oogjes. En oeh, lieve vinnetjes. Even kijken hoe die heet. Samantha Harpseal. Likes to dive in deep into the water. Birthday April 8. Favorite color silver. Oh, die is echt zo schattig. Zo, ook even weer de checklist erbij pakken. Ik laat die wel even dadelijk voor de andere open liggen. Even kijken. Samantha the Seal, dat is een common one. Hier staat hij. Maakt het niet minder leuk. Ik hoop echt op Shelby de Cavia. Die vind ik echt super leuk. Of Mimi. Ja, echt heel erg leuk. Pixley is ook schattig. Laten we snel gaan kijken naar de volgende. Zetten we jou er schattig zo bij. Even kijken of we die... Ik moet gewoon even een stukje inknippen. Ja. Oh, de kikker. Oh, hallo, leuk. De frog. Surprise Mols. Ach, kijk, die is echt heel erg fluffy ook. Die is net van een ander stofje. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Deze is net wat hariger dan de andere. Is wel... Kijkt een beetje scheel. Heeft ook een ander glitteroogje met een groen randje. Deze kun je ook een beetje omhoog of omlaag weer doen.
Heel erg leuk. Even kijken in een naamtekje. Frank Frog. Is a funny frog that likes to have fun. Birthday April 14. Favorite color lime green. Maar het moet wel green moeten zijn. Want nu zie ik ook pas dat je hier ook het hartje in hebt staan. Dat betekent dus dat dat een common one is. En deze dus een rare one. Zetten we die er fijn bij. En dan maken we de laatste nog open. Laten we hopen op de caviar. Oh, het is fijn. Die was al een beetje open. Oké, okay, ik ben benieuwd. Oh, net zo'n Angry Birdje. Oh, kijk hier. Wat een liefje. Ook met die mooie glitteroogjes. Kleintje nappeltje. Pop, pop. Deze kleine pootjes. Oh, wat een lieverd. Even kijken hoe die heet. Piper Penguin. Oh, dat is een penguin. Oh. Even kijken. Loves to swim in the ocean. Birthday June 23. Favorite color magenta. Magenta. Dat zal wel roodachtig zijn. Waarschijnlijk. Poep, poep. Die is wel heel lief. Dus we hebben gewoon echt vier verschillende. Vorige keer hadden we twee keer Charlotte de Beagle. Dus dit is echt wel heel erg leuk dat we nu vier verschillende hebben gekregen. Wel één rare. Voor de rest de common one. Maar die zijn echt heel schattig om te sparen. En ik ga er waarschijnlijk nog meer kopen. Want ik vind ze wel echt super cute. Dit was je weer. Ik hoop dat je het leuk vond. En kijk de volgende keer weer. Doei.